De Suriname America Alumni Association, SAAA, organiseert morgen een drive-thru food drive. Gilton Amoksi, voorzitter van SAAA, zegt dat het de bedoeling is dat de mensen via deze food drive-thru voedingsmiddelen doneren die aan sociaal zwakkeren geschonken zullen worden. Amoksi geeft aan dat de vereniging in deze moeilijke periode graag mensen in nood een handje helpt. Het is helemaal in de bedoeling dat mensen vanuit de gemeenschap natuurlijk middelen, voedingsmiddelen kunnen doneren aan de Suriname America Alumni Association. En die middelen gaan we dan verder afstaan aan kerken die dan een databestand hebben met mensen die het heel hard nodig hebben. Aangezien het zware tijden zijn. Het is niet zwaar voor een ieder, maar er zijn gezinnen die hun hoofd moeilijk boven water kunnen houden. Willen we ze dan tegemoetkomen door deze food drive te organiseren. Ze kunnen blikjes waren doneren, ze kunnen groenten brengen, ze kunnen brood brengen. Eigenlijk anything that is consumable kunnen ze dan langs brengen. De distributie van deze voedingsmiddelen aan de behoeftigen zal geschieden door tussenkomst van kerken. Amoksi gelooft dat de christelijke organisaties een bestand hebben van mensen die hulp nodig hebben. Over het algemeen zijn er al een aantal organisaties die met tehuizen werken, die met stichtingen werken. Maar we hebben dit keer besloten om dan met kerken te werken, omdat er een aantal kerken zijn, de meeste kerken hebben verschillende leden en zij weten dan ook het beste wie ze deze middelen zouden kunnen geven. Je hebt in de kerken zijn er vaker mensen, hulpbehoeftigen, die het nodig hebben en vandaar eigenlijk de keuze om dit keer met kerken te werken. Oké, u zegt morgen gaan jullie van start. Hoe lang duurt dit project? Het is voor morgen alleen. Dus alleen morgen, woensdag 3 februari, kunnen mensen wat meenemen. We starten om 10 uur 's morgens en stoppen rond 5 uur in de middag. Wat zijn de locaties waar mensen deze producten naartoe kunnen brengen? We hebben Rock Oil aan de Johannes Mungrastraat, Rock Oil aan de Magenta Kanaalweg en Stubila. Dit zijn dan de Stubila op Latour. Dit zijn dan de drie verschillende locaties waar mensen terecht kunnen zijn als ze wat willen geven, wat wij van harte hopen. Het maakt niet uit hoeveel je hebt. Er zijn mensen die veel willen geven. Veel is super welkom. Er zijn mensen die maar een pak havermout bijvoorbeeld willen geven. Het maakt een groot verschil voor een gezin die het niet heeft. Zo, het maakt niet uit wat u heeft om te brengen. You're most welcome. Dat was Gilton Amoksi, voorzitter van de Suriname America Alumni Association. Hij zegt dat als dit project succesvol is, de organisatie vaker zulke projecten zal uitvoeren.